Begint langzaam licht te komen aan het einde van de tunnel van deze coronacrisis. Mark Rutte vertelde in zijn meest recente persconferentie dat de basisscholen weer open mogen na de meivakantie. Maar helaas zijn de meeste maatregelen voor ondernemers en bedrijven nog gehandhaafd. En dat betekent dat de meeste mensen voorlopig ook nog vanuit huis zullen moeten werken. Als je vanuit huis werkt, dan brengt dat best wel veel stress met zich mee en iedereen heeft iets anders om met die stress om te gaan. De ene gaat een stuk hardlopen, de ander springt op de fiets en wij motorrijders, wij willen motorrijden. De richtlijnen van het RIVM betreft motorrijden zijn ongewijzigd. Dat betekent dat recreatief motorrijden is toegestaan. Houd je hierbij uiteraard wel aan de coronaregels, dus rij het liefst alleen, hou altijd 1,5 meter afstand en ga niet met andere motorrijders langs de weg staan voor bijvoorbeeld een koffiepauze. Om ook de zorg zoveel mogelijk te ontzien, is het nu meer dan ooit belangrijk om voorzichtig te rijden, zodat er geen medische hulpverlening nodig is. Dus laten we ons een beetje inhouden. Net als veel ondernemers heeft waarschijnlijk ook jouw dealer last van de gevolgen van de crisis. Misschien is het daarom juist nu een goed moment om even langs je dealer te rijden. De showrooms van veel dealers zijn groot genoeg om 1,5 meter afstand te bewaren en iedereen zal voldoende voorzorgsmaatregelen hebben getroffen, zodat je op een veilige manier langs kan komen. Het was misschien binnenkort sowieso al tijd voor een nieuwe helm of nieuwe handschoenen. En door deze juist nu aan te schaffen, helpen we elkaar ook nog eens de crisis door. Er komt er dus op neer dat we mogen motorrijden. Alleen hou je nou aan de regels en laten we het niet voor elkaar verpesten. Want als we ons aan de regels houden, kunnen we gewoon blijven rijden. Dan kunnen we hopelijk snel met z'n allen weer in grote groepen gaan motorrijden. Stay safe, jongens.